Verschillende partijen reageerden verbolgen op de Kamervragen die linkse partijen in de Tweede Kamer hebben gesteld aan de staatssecretaris voor media om stappen te ondernemen tegen Omroep Ongehoord Nederland. Zij keren zich tegen deze vorm van staatscensuur. Ja, kijk, mij is ook gevraagd om mee te tekenen met die brief en ik heb daar vriendelijk voor bedankt. Want ik vind dus niet dat wij als overheid de vrijheid van meningsuiting moeten gaan opleggen wie wel en niet iets mag zeggen in de media. Mensen moeten gewoon, die moeten er gewoon naar kunnen kijken. Die moeten gewoon zelf hun oordeel vormen. En als we daaraan gaan beginnen, dan zit je wel op een glijdende schaal. Want waar stopt het dan? Wat ze natuurlijk willen is jullie omroep vernietigen, jullie kapot maken. Dat is heel raar voor een politicus om dat te willen vanwege de inhoud. Ja, vrij ongehoord eigenlijk in dit verband om een zender te cancelen. En om in omroepland bezig te gaan als politiek van wat iemand wel of niet mag bespreken. De Partij voor de Dieren vindt dat racistische onzinverhalen niet thuishoren op publieke omroep. Dus daarom hebben we vragen gesteld en vinden ook dat dat niet tot een zonder weerwoord kan blijven. Dus vandaar dat we helemaal achter de vragen staan van de heer Sjoerdsma. Wat ze willen is dat er stappen moeten worden ondernomen tegen individuele journalisten. Die dus blijkbaar dingen doen die niet kunnen. Dat vind ik heel raar. Daar is de politiek niet voor. Je moet gewoon kijken, wordt er aan de wet voldaan, et cetera. En wat ze willen is de journalistieke vrijheid inperken. En dat is een enorm gevaar. Dat GroenLinks, de voormalige Communistische Partij van Nederland, dat doet, dat snap ik. Maar dat ook voormalig liberale partijen zoals D66 en de VVD zich daarvoor lenen, vind ik enorm schrikken. Ja, men is ervan overtuigd de wijsheid in pacht te hebben. Hè? Dat is toch, denk ik, typerend. Wij staan voor het goede en iedereen die daar tegenin gaat is er op zijn minst niet te vertrouwen of erger.